In het midden van het beeld het arbitrale trio waarvan twee vanavond aantreden. Links Lau van Ravens, in het midden Verdelcourt, aan de rechterkant Theo Boosten. Van Ravens en Delcourt zijn de scheidsrechters van deze wedstrijd. In uw beeld het Engelse team, het Britse team moet ik zeggen, bestaande uit 5 Engelse, 2 Schotten en 1 Welshman. En hier onmiddellijk de debutant Martin Chivers. Hij vervangt de Schot McLintock. Chivers speelde voor Tottenham en Southampton en was Engels international. Nummer 4, George Graham. Schots international. De keeper natuurlijk, Bob Wilson. Schots international, eind van de jaren 60. Nu voetbalcommentator bij de BBC en coach van keepers bij Arsenal. En u weet het, de Engelsen verloren kansloos met 11-2 van de militairen. Maar zorgde wel voor spektakel. En hoewel Rotterdam Ahoy groot favoriet staat bij iedereen die hier zit, wachten wij af hoe de Engelsen voor de dag zullen komen. Hier dan het Rotterdamse team. In het doel Koos van Ellerswijk, de vervanger dit seizoen van Hans Sint-Nicolaas. Die moest stoppen wegens drukke werkzaamheden. Daar Maarten Polderman, ach, u kent ze allemaal. Aan de linkerkant in uw beeld Jan Bruijs. Hier Frans Bouwman, een van de grote krachten in het team. Speler voor Hermes DVS. Daar Arie Riedijk. Jan Bruijs geeft zijn laatste knal. En wij zijn met u benieuwd hoe de Britten, vooral die Britten, het ervan af zullen brengen. Zij knokken voor hun laatste kans om alsnog eventueel de finale pool te bereiken. Rotterdam aan kop van het klassement met 3 punten. U begrijpt dat het doelsaldo zeer belangrijk gaat worden. Zeker na die fantastische partij voetbal van vorige week. Militairen tegen Limburg. Wel nu, wat gaat Rotterdam doen? Zullen zij proberen hun doelsaldo op te vijzelen? 12-11 is op het ogenblik hun saldo vanwege de eerste wedstrijd tegen Limburg. Wij kijken met u mee met op dit moment Damsma aan de bal. Lange bal. Bereikt niet de man die hij wilde hebben. En Duffield neemt over. Een van de jeugd. George Graham, Phil Beale. En u ziet, schieten willen ze wel. Het team wordt gecoacht door Ken Jones en als assistentcoach zit op de bank Barry Hughes. Ja, hij is wat teleurgesteld, dat kan gebeuren jongen. We beginnen amper, 33 seconden gespeeld. Rotterdam met Polderman. Die bal is te lang. En Wilson rolt uit. Graham. Chivers. Beale. Duffield. Beale. Chivers, kijk eens even. Graham. Dat loopt even mis. Van Ellerswijk. Maar goed daar opgevangen voordat Riedijk gevaarlijk kon worden. Damsma. Krijgt hem nu. Nummer 5, daar gaan we. Ja, alle aandacht uiteraard naar Rotterdam. Hoeveel doelpunten kunnen ze maken, wordt hier gezegd. Wel, ik denk dat de Engelsen nog wel eens voor een verrassing zouden kunnen zorgen. Daar bij Hughes. Onafscheidelijke pet. En hier gaat de bal uit. En wordt ingerold door George Graham. Schots international won met Arsenal de dubbel in 71. Nu jeugdtrainer van QPR. Daar is hij weer. Overgenomen, Bouwman, Riedijk, Beale, Graham. Duffield, terwijl hier op rechts Graham wacht, Beale, schot. Eerste hoekschop of niet? Jazeker, eerste hoekschop voor de Britten. Wordt genomen door George Graham. Kijken of ze ook dat spelletje achter het doel een beetje door beginnen te krijgen. Het was voor West-Duitsland, die overigens het uitstekend doen in deze competitie. Ook wat moeilijk. Rotterdam met Damsma. Weggewerkt Duffield. Damsma rolt in. Bouwman. Zeer bedreven, u weet dat. Riedijk. Damsma, Bouwman. Nog een keer Damsma en hij kan schieten. Ja, en dat was niet moeilijk. Wilson kon die bal niet onder controle krijgen. Van rechts liep in Maarten Polderman, speler van het eerste van CVV. Stand 1-0 voor Rotterdam na bijna 3 minuten.
Kom op, Engeland. Phil Beale. Cheffers, uitstekend. Terug op Van Ellenswijk. En daar Bouwman. Ja, dank u. Bouwman kreeg daar de bal uit die uitgooi van Ellenswijk. Links kwam Polderman op en hij scoort zijn tweede goal. We hebben nauwelijks 3,5 minuut gespeeld. 2-0 voor Rotterdam. En ik heb het u gezegd, Rotterdam zal ervoor knokken om dat doelsaldo op te vijzelen. Terwijl Graham hier uithaalt. Want dat kan uitermate belangrijk zijn om de finale pool te bereiken. Damsma. Wilson naar Duffield. Phil Beale. Graham. Duffield. Voor het doel Chivers. Nu achter het doel. Beale. Graham. Phil Beale. Graham gaat nu schieten. Ja, u herinnert zich misschien nog uit de eerste wedstrijd van Groot-Brittannië. Ze schieten veel en hard, maar vaak naast en te ver van het doel af voor dit speciale minivoetbal. Friedijk, Jan Bruijs. De Vries. Friedijk. Bruijs, Van der Sluis, Bruijs, kijk eens even. Wat een combinatie. Homa, zegt Lau van Ravens. Wilson. In het veld nu Terry Payne. 824 wedstrijden speelde hij in de Engelse League. Handsbal. Ja, dat zien we. Beale. Ja, en u ziet het, ze blijven schieten van afstand. En ik denk toch dat ze het in de meer combinatievorm zullen moeten zoeken om dat doel van Rotterdam te bereiken. Payne. Nou, niet aangeraakt, betekent uitrol voor Van Ellenswijk. Riedijk, Jan Bruijs. Pieter Vries. Bruijs. De Vries terug op zijn keeper, even tijd. Riedijk. Op rechts komt Bruijs, daar is hij. Hoge voorzet met Vries. Riedijk mist. Bruijs rolt in. De Vries. Wilson rolt uit en wij kijken naar Cliff Jones. Ja. Uitrol was verkeerd. Jongens, dat moet je nog even leren. Vrije schop voor Rotterdam. Van der Sluis. Terug op Bruijs. Riedijk. Combinaties zijn uitstekend voor Rotterdam. Graham. Prima gedaan. Cliff Jones. Terry Payne. En een schot. Nee, zijn het. Goeie aanval van de Britten. Bruijs. Polderman. Tweemaal scorend vanavond. De Vries. Hoekschop voor Rotterdam. De eerste. Kobal gaat over. En Wilson gooit uit op Cliff Jones. Goeie bal. En dat betekent de tweede hoekschop voor de Britten. Prima schot van Jones. Uitstekend verwerkt door Koos van Ellenswijk. Ja, ik geloof dat het publiek die Britten best een doelpunt zou gunnen. Of het ervan komt, wij wachten af. Jan Bruijs. Zeer geroutineerd natuurlijk, na zoveel jaar minivoetbal. Frans Bouwman, goed gekiept door Wilson. Terry Payne. De Vries neemt over, onmiddellijk. Samen met Bouwman. Phil Beale nu. Kom aan jongens. Ga door. Hier en daar wordt gefloten op de tribune, uitermate lastig voor de spelers. Terry Payne. Cliff Jones.
de Welshman in het gezelschap. Van Ellerswijk rolt uit. Polderman. Bruis. Polderman, kijk uit. De Vries. Ja, het appelleren van Payne heeft succes. Hij rolt in. Alan Rowe was dat. Een van de jongsters. Phil Beal. Payne. Rechts achter het doel Cliff Jones. Daar komt hij. Alan Rowe. Achterbal, zegt Fred Alcour. Ook Rowe kijkt wat teleurgesteld. Van Ellerswijk rolt uit. Maarten Polderman. Arie Damsma. Handig balletje. Net bij de bereik van Wilson. Die nu ver uit zijn doel moet. Daar gaat hij. Kijk eens. Hij heeft het ook de vorige keer gepresteerd. Ja, wordt hij gevloerd of glijdt hij uit? Hij zal nu snel terug moeten. Het doel van de Britten is leeg. Maar twee verdedigers staan daar rustig. Payne en Beal. Om die zaak op te vangen. Beal. Payne. Een beetje bosveldachtige figuur in het veld. En daar is Klinkelbrugge, zoals ik hem noem, Cliff Jones. Ga door! Ja, geblesseerd. Damsma Bruis. Op rechts Polderman. En daar Frans Bouwman. En die is slim. U zag Bruis opkomen vanaf de middellijn. Twee mensen liepen met hem mee. Rechts stond vogelvrij Frans Bouwman. Hij scoort 3-0. We hebben gespeeld 13 minuten en 19 seconden. Beal. Duffield. Beal. Ga door nu. Goeie bal. Oh, die had zeker, zoals dat heet, beter lot verdiend. Prima poging van Cliff Jones. In rol Martin Duffield. Links Beal. Daar komt hij. Alan Rowe. Ja, Homa. Vrije trap voor Groot-Brittannië. Jazeker. Cliff Jones. Goed gestopt door Van Ellerswijk. Derde hoekschop voor Groot-Brittannië. Jones achter het doel. Probeert te koppen. Doet dat te laag. Riedijk. Damsma. En let op Frans Bouwman. Daar komt hij weer. Kijk, zo gaat het. Ja, op precies dezelfde plaats stond hij. Damsma kwam op. Zag hem op het juiste moment. Een tikkie naar rechts, zoals dat heet. En Bouwman scoort probleemloos 4-0 voor Rotterdam Ahoy. Duffield. Cliff Jones. Chivers. Goeie bal. Vierde hoekschop betekent penalty voor de Britten. En dat kan betekenen dat ze nu gaan scoren. Laten we het hopen. Ze vechten ervoor, zoals iedere Britse ploeg dat doet, of het nu op het veld is of in de zaal. Martin Chivers achter de bal. Speler-manager op dit moment van Dorchester. En kijk, dat is geen enkel probleem voor deze oud-international van het Engelse team. Hij speelde spits en heel spits scoort hij hier 4-1 uit deze strafschop. Riedijk, Bouwman, ja, jongens, hou die man toch in de gaten. Riedijk komt op vanuit de aftrap. Bouwman komt nu over links. En hoog in de rechterhoek verdwijnt de bal. En Rotterdam heeft wederom 4 doelpunten verschil op het scorebord gebracht. Wilson. Jones. Beal. Daar gaan we weer. Goeie bal. Duffield. En nu voor het doel. Ja, Chivers. Kon er net niet voldoende bij. Leek op een handsbal. Jan Bruis. Geeft hem even, levert hem in zoals dat heet. En Van Ellerswijk verdedigt daar zijn doel uitstekend. Riedijk. Bruis. Terug op Damsma. Probeert hem in een vers schot. Wilson rolt uit. Ja jochie, je moet rollen. En Lau van Ravond zegt, ik heb het nou 2 keer tegen je gezegd. Onderhands rollen. Vrije schop voor Rotterdam.
Ja, in het vuur van het spel vergeet Wilson dat nog wel eens. Maar na een aantal wedstrijden zal het wel overgaan. Damsma, kijk uit. En die schiet hard. Polderman. Terug op Damsma. Polderman. Riedijk houdt die bal keurig binnen. Denk om het gat. Achterbal. Nog ruim 3,5 minuut en de eerste helft zit erop. Met Graham aan de bal. Chevers. Duffield. Chevers. Oeh! Ja, ja. De echte debutant in het gezelschap. Damsma. Van der Sluis. Riedijk, kijk uit. Damsma. Daar komt Rotterdam. Geen problemen nu. Biel, lange bal op Duffield. Hier op rechts komt Graham. Hoekschop, de eerste in de nieuwe serie. Achterbal, zegt Veldalcourt. Ja, nou, hij ziet het beter dan wij, dat kan. Biel terug op zijn keeper. Nog 2,5 minuut in de eerste helft. Van Ellerswijk. Riedijk geen kans bij Biel nu. Chivers. Naar voren jongens. Duffield rolt in. Phil Biel. Graham. Terug op Biel. Schiet. Nou. Het hoofd van Riedijk zat ertussen. Ja, hij moest even zitten. Is alweer hersteld. Eerste hoekschop voor de Britten in deze tweede serie. Probleem was opgelost nu. Riedijk. Tweede hoekschop voor Rotterdam. Ja, dat hebben ze nu aardig door daarachter. Van der Sluis. Riedijk. De Britten rollen in. Via Phil Biel. Graham. Wilson. Biel. Ze zullen moeten komen. Damsma had dat goed doorzien. Wilson helemaal uit zijn doel gaat inrollen. Ja, waarom ook niet? Duffield. Graham. Biel. Duffield. Biel. Graham. Chivers. Ging onderuit. Jammer, stond er uitstekend voor. Rotterdam met Maarten Polderman. Damsma. Achterbal, nog 20, nog 40 seconden. Graham. Biel. Duffield. Graham. Biel. George Graham. Chivers loopt vrij nu. Duffield. Ja, prima aanval. Graham, Duffield, Chivers, Duffield. Uitstekend afgemaakt. Stand 5-2. Publiek telt af. Nog één goal erbij. Kom op, schieten. Natuurlijk. Die laatste seconde. Eerste 20 minuten zijn vol, dames en heren. Stand 5-2 voor Rotterdam Ahoy. De Britten hebben het moeilijk. Zorgen toch voor het nodige spektakel. De showband Gelder uit Dieren marcheert op. Wij komen over enkele minuten bij u terug voor de tweede helft.
Dames en heren, Gelre uit Ieren verlaat de hal. Dat betekent dat wij beginnen aan de tweede helft. Groot-Brittannië tegen Rotterdam Ahoy, stand 5-2 voor Rotterdam. En met mij zijn velen hier benieuwd wat de Britten nog in huis hebben. En hoeveel aan de andere kant de Rotterdammers nog kunnen scoren. Ik heb het u al gezegd, uitermate belangrijk voor het doelsaldo kan het worden. Bij de plaatsing in de finale pool, vooral dus voor Rotterdam. Want dat de Britten nog gelijk zullen komen, dat wordt hier niet meer verondersteld. Maar wij wachten af. Daar komt de bal. En daar de man, Chivers. Duffield, Biel. Duffield, de maker van de tweede goal. Phil Biel. Duffield. Chivers, achter het doel. Terug op Duffield. Rechts Biel en nu kan hij schieten. En natuurlijk, dwars door het gat. Prima combinatie. Duffield, Chivers. Biel haalde uit. Kansloos was Van Ellerswijk. Stand 5-3. We hebben gespeeld pas 29 seconden. Hier naar Polderman. Pietje de Vries. Polderman, de maker van de twee eerste doelpunten voor Rotterdam. Biel neemt over. Daar staat Chivers. De bal bereikt hem niet. Van Ellerswijk. Pieter Vries. Polderman. Riedijk. Opgevangen door Biel. Rotterdam rolt in. Polderman. Wilson met één hand alsof het een Joegoslaaf was. Duffield. Phil Biel. Achter het doel Graham, daar is hij. Terug op Duffield. Graham. Goeie poging daar van Chivers. Stuit af op de Rotterdamse verdediging. Wilson uit zijn doel. Wordt kwaad. Werd wat hard aangevallen, vindt hij. Rotterdam heeft ondertussen ingerold via Pieter Vries. Polderman. Bouwman. De Vries. Chivers. Terug op Van Ellerswijk. Frans Bouwman. Riedijk heeft het moeilijk tegen Graham. Lichamelijk contact. De Britten krijgen de vrije schop. Graham Duffield. Ja, voetballen kunnen ze. Phil Biel. Chivers, kijk eens. Moeders hier alleen stond niet af en toe. Oh, Wilson uit zijn hok. Betekent voor Bouwman. Die het met een handig lopje wou proberen. De kans op 6-3 gaat niet door. Biel. Terug via Riedijk. Goeie bal. Derde hoekschop voor Rotterdam. Wilson als een leeuw in zijn kooi. Bouwman neemt die hoekschop. Riedijk probeert met een kopbal. Phil Biel. Vrije schop voor de Britten. Ja, die lange ballen hebben weinig zin. Polderman zit er natuurlijk goed tussen. Chivers krijgt daar op dit moment geen enkele kans. Wij kijken naar Bouwman. Met moeite verwerkt daar. Chivers terug op zijn keeper. Spelen, zegt Delcour, geen handsbal. Terry Payne. Graham verspeelt die bal. Bruijs rolt in. Bouwman. Rotterdam. Ja, ondanks protesten van Graham. Damsma. Bruijs. Bouwman. Daar komt Bruijs. Terug op Damsma. Arie Riedijk. Keeper uit zijn hok. Ik denk dat Riedijk hem zelf stopt nu. Damsma. Handige lop, net naast. Bouwman.
Damsma op Bruis. Zo, Frans. Vol op de pantoffel. Wilson gooit uit. Schot van Graham. Ja, hij moet wel uitrollen. Delcour is langmoedig. Laat dat doorgaan. Wilson gooide weer, terwijl hij het onderhands moest doen. Bam. Riedijk. Aan de andere kant Bruis. Van der Sluis. Ja, twee man. Met alleen de keeper voor zich. Cliff Jones, Duffield, natuurlijk. Prima. Ineens waren daar twee Britten. Volkomen vrij op de helft van Rotterdam. Jones bracht die bal op, zette voor. Duffield schoof in. Stand 5-4. We hebben gespeeld 5 minuten en 23 seconden. Nou, dat wordt interessant. En nu zullen die Engelsen gaan komen. Niet te vergeten die Schotten en die Welshmen. Hier is Duffield, daar is Jones. Aan de overkant Terry Payne. Jones doet het zelf. Bruis op Damsma. Ja, toch wat beduust Rotterdam. En het doelsaldo gaat zo niet omhoog. Jan Bruis. Duffield probeert daar Jones te bereiken. Lukt niet, Damsma zit ertussen. Zo, ik denk dat het een hoekschop is. Ja, en een flink ook. De vierde betekent penalty voor Rotterdam. Natuurlijk. Ja, jongens. Ja, via het hoofd van een Engelsman ging daar die bal achter. En dat betekent onherroepelijk penalty. Het was namelijk de vierde corner. Wie gaat er achter voor Rotterdam? Er staan er nu nog twee. Arie Riedijk. Wat kan Wilson? Erg moeilijk om zo'n penalty te stoppen. Ook moeilijk om die bal stil te krijgen. Riedijk en Wilson. Daar komen we. Delcour fluit. Schot. Gestopt. Uitstekend. Goeie redding van Bob Wilson. En de Engelsen uiteraard zeer gemotiveerd. Van der Sluis. Ja, oeh. Dat was de kans voor Riedijk. Kijk eens even. Weggewerkt door Duffy. Rotterdam rolt in. Via Damsma. Riedijk, Damsma, Bruis. Overgenomen door Terry Payne. Te hard voor Jones of niet? Daar gaat hij. Oeh, jongens. Een lange bal van Payne. Jones kon er net nog bij. En op een haarna was dit de gelijkmaker. Damsma. Jan Bruis. Riedijk, helemaal alleen. Oeh, ik denk... Hensbal, denk ik, maar ik zeg niks. Hoewel, ik heb het al gezegd. We gaan door. Jan Bruis. Damsma. Overstapje van Bruis, Van der Sluis. Schot Damsma. Hoekschop. De eerste in de nieuwe serie wordt genomen door Arie van der Sluis. Duffield werkt weg. Kijk nu eens. Hey, krijgt een tikkie mee. Ellerswijk uit zijn doel. Doet dat goed. De Britten rollen in via Phil Beale. Daar komt hij. Duffield, Beale. Op rechts loopt Duffield. Phil Beale. Inrol voor de Britten. Alan Rowe nu in het veld, daar is hij. Phil Beale. Duffield. Beale. Cliff Jones. Spelend op balbezit. Zoek het naar de opening. Jones verspeelt de bal. Damsma, Van der Sluis. Bob Wilson terug in zijn doel. Daar komt Van der Sluis. Prima gekeept van Wilson. Damsma had hem anders voor het intikken gehad. En Wilson gaat mee naar voren. Gaat nu ook weer terug en terecht. Alan Rowe zat daartussen. Rotterdam rolt in. Gespeeld bijna 9 minuten in de tweede helft. Van der Sluis.
Polderman. Zo. Achterbal, jazeker. Via Van der Sluis ging die bal achter. Wilson rolt uit, Biel gaat naar voren. Duffield. Cliff Jones. Achter het doel Alan Rowe. De andere youngster van Queen's Park Rangers. Daar komt hij. Kan hij erbij? Hij kan erbij. En nog moeite genoeg voor Ellenswijk. Inrol voor de Britten. Rowe, Duffield en Jones. Jones achter het doel. Denk op het gat. Goed gekiept van Ellenswijk. Jan Bruijs. Pietje de Vries. Polderman. Bruijs Polderman. De Vries haalt uit. Naast. Ook aan CRV ging daar. Van der Sluis. Combinatie mislukt. Duffield ertussen. Niemand voor. Terug op Van Ellenswijk. De Vries. Van der Sluis. Wilde uithalen. Lukt niet. Bruijs. Ga door jongens. Er wordt niet gefloten. Duffield. Bob Wilson. Cliff Jones. Links loopt Graham. Rechts loopt Biel. Krijgt de bal nu. Ja, dat heeft hij vaak gedaan. Maar dat mislukt meestal. Stand nog steeds 5-4 voor Rotterdam. Van der Sluis. Dat ging een tikkie te hard, denk ik. Ja. Biel maakt daar zijn verontschuldigingen. Van der Sluis staat weer. En een vrije schop uiteraard voor Rotterdam. Bruijs. Polderman. Nee, Rotterdam heeft het moeilijker dan dat we dachten. Inrol voor Phil Biel. Graham. Die bal gaat uit. Conditie gaat ook meespelen nu. Pieter Vries. Polderman. De Vries. Goeie bal. Uitstekend hoor. Combinatie De Vries van der Sluis. Afgeronde de laatste. Hoog uit de lucht knalde die in. Stand 6-4 voor Rotterdam Ahoy. We hebben nog 8 minuten. Duffield. Phil Biel. Ja, ik zeg het u, conditie is ook een punt. Gaat nu meespelen, zeker bij de Britten. Polderman. Daar komt Bruijs. Tweede hoekschop Rotterdam. Goeie bal Wilson en het andere kant lapt. Nou. En daar is hij nog een keer. Uitstekend gekiept. Toen die dreun aan de onderkant van de lat. En Lau van Ravens vindt daar dat het been van keeper van Ellenswijk te hoog geheven is. Betekent vrije schop voor de Britten. Waarschuwing voor Van Ellenswijk. Vrije schop. Duffield. Graham. Chivers. Graham voor doel. Chivers probeert het zelf. Inrol Phil Biel. Een man met een ijzeren conditie is praktisch de hele wedstrijd in het veld geweest tot nu toe. Chivers, Biel, Duffield. Graham Duffield. Schieten. Maar daar zit Polderman tussen. Niet van zijn stuk te brengen. Daar gaan ze met z'n tweeën nu. Bouwman, Polderman. Maar wij gaan met Duffield de andere kant op. Bouwman herstelt. Bruijs. Duffield. Chivers. Biel. Ja, eventjes naar adem happen. Kijk, die ben je kwijt. Bruijs. Pieter Vries.
Bouwman, maar weer is daar die fenomenale doelverdediger Bob Wilson. Voorkomt daarmee een zeker doelpunt. En Duffield neemt over voor de Britten. Chivers, Graham. Nou, op het nippertje. Van Ellenswijk zat bovenop de bal, maar dat is voldoende. Achterbal voor de Britten, Duffield. Wat zit er nog in? 5,5 minuut hebben ze nog te gaan. Phil Beale. Chivers. Beale. Ja, en zo doe je dat dan. Even heen en weer. De bal kwam van links van Chivers. Beale keek alsof hij zou pasen. Haalde toen uit. Stand 6-5. Goeiedag. Nou, Wilson. Ik zie hem daar nog wel mee naar voren gaan. Zeker als ze achterblijven tot in die laatste minuut. Dan gaat hij zeker mee voetballen. En dat belooft nog wat. Graham. Chivers achter het doel. Voor het doel is Jones. Daar komt Graham. Ja, dat is de gelijkmaker. Prima. Achter het doel ging Chivers. Jones, Graham stond daar links en haalde vervaarlijk uit. Stand 6-6. En hoor dat Sportpaleis. We hebben nog te spelen 4 minuten en 42 seconden. Zes, dames en heren. Ja. Er werd verwacht een grote overwinning voor Rotterdam Ahoy. Er werd bijgezegd, wat kunnen die Engelsen vanavond? Nou, ze kunnen van alles. U ziet dat. 6-6 tegen de kampioen van vorig jaar is niet niks. Derde hoekschop ondertussen voor Rotterdam. Genomen door Arie Riedijk. Kijk uit. Frans Bouwman probeert het met een kopbal op het gat. Weer een hoekschop betekent penalty voor Rotterdam. Jazeker, de vierde. En een tweede penalty. Graham begrijpt er niets van. Staat daar wat verwezen rond te kijken. Het is de vierde. Niks aan te doen, jongen. Achter de bal nu. Arie Damsma. Nummer 5. Bob Wilson. Stopt hij ook deze? Hij stopt hem niet. Damsma. Terwijl Wilson daar even uitblaast. Scoort 7-6 voor Rotterdam. We hebben nog ruim 4 minuten te gaan. Phil Beale. Chivers. Beale. Velduel daar. Vrije schop. En de Britten nemen hem onmiddellijk. Discussie tussen de beide scheidsrechters. Opstuit. Scheidsrechterbal, zegt Lau van Ravens. Overtreding kwam van beiden. Wij geven een scheidsrechterbal. Delcourt. Cliff Jones. Chivers. Phil Beale. Martin Chivers. Beale. En hij kan schieten. Graham Beale. Jones. Kijk eens even nu. Beale. Hoekschop. De tweede voor Groot-Brittannië. Jones. Chivers. Terug naar Jones. Die is voor Van Ellenswijk. En denk nu om Frans Bouwman. Daar komt hij. En daar ging hij. Nog ruim 3 minuten. Jones, Beale. De beide jongens, als ik het zo mag zeggen, op de bank nu. Duffield en Rowe. De vier oudjes doen het. Van Ellenswijk rolt uit. Damsma. Frans Bouwman. Daar komt Bruis. Damsma. Inrol voor Rotterdam via Riedijk. Damsma. Polderman. Bouwman.
Damsma. Loopt terug. Terwijl de Britten onmiddellijk doorvoetballen. Maar ja, die bal die kwam keihard terug van de boarding en dat mag dus niet. Wij gaan door met Phil Beal. Graham. Cliff Jones. Graham. Voor het doel Terry Payne nu, nummer 3. Jones. Die ben je kwijt. In rol. En Wilson ver uit zijn doel. Rolt zelf in nu. Phil Beal. Graham. Neemt alles mee. Zijn schoen, de bal en wat iets meer zij. Speelt nu verder op een schoen en een sok. Maar ook dat lukt. Zijn pantoffel wordt even naar de kant gebracht. Maar hij blijft rustig doorlopen. Daar komt hij weer met die sok. Terry Payne. Als... ja, had je nou je schoen maar aangehad, jongen. U ziet daar het fraaie kuitwerk van George Graham. Die zijn schoen nu gaat aantrekken. En Damsma heeft de bal in bezit voor Rotterdam. Arie van der Sluis. Nog anderhalve minuut. Polderman. Mislukt. Graham nog steeds op een sok. Staat daar nu voor het doel. Hij zal nu die schoen aan moeten trekken. We hebben nog amper een minuut te gaan. Cliff Jones. Ja, vrije schop betekent dat voor de Britten. Eén doelpunt verschil, dames en heren. Graham. Weer volledig intact. Cliff Jones. Terry Payne. Wordt daar gevloerd, denk ik. Ja. Vrije schop. Groot-Brittannië, Terry Payne. Ja, zo moet je dat niet doen. Handsbal. Ja, voetballen. Kom op. Phil Beal. George Graham. Beal. Halen ze het? Ja, ze halen het! Ik wou zeggen, halen ze het of halen ze het niet? Het is Cliff Jones die daaruit een paas van Phil Beal ineens opduikt. Voor het doel van Ellerswijk. Hij scoort de gelijkmaker. En we hebben nog te gaan. 40 seconden. 40 seconden betekent, als de stand zo blijft, dat we voor het eerst sinds vele, vele maanden, want ook in het vorig seizoen gebeurde het nauwelijks, penalties moeten nemen. Maar we zijn nog niet zo ver, want denk erom dat Rotterdam gevaarlijk kan zijn. En terecht. Zijn de kampioenen? Nee, aangeschoten. Bob Wilson gaat mee. 19 seconden. Cliff Jones. Graham. Graham. Ellerswijk redt. En opgevangen door Terry Payne. Het Sportpaleis staat hier op de banken. Nog 6 seconden. 4 seconden. 3. Hey. Dames en heren. De scheidsrechter had al afgefloten. Betekent 7-7. Dat betekent ook dat nu het grote doel hier op het veld gaat komen. En dat de beide teams strafschoppen gaan nemen. In eerste instantie zijn er dat 3 per team. Lukt dat niet? Althans komt daar geen winnaar uit. Dan gaan we om en om. Totdat er uiteindelijk 1 af zal vallen. De winnaar na penalties krijgt 2 punten in de competitie. De verliezer 1 punt. Dus de Britten slepen in ieder geval 1 punt hier uit het veld. En ik moet u zeggen dat het publiek het hen gunt. Een ploeg die van het jaar voor de 2e maal minivoetbal speelt. Die dat op een uitstekende wijze heeft opgepikt. En die hier vanavond het Rotterdam, uiteraard kunnen wij het Rotterdam met z'n allen ook, maar die het Rotterdam toch verschrikkelijk moeilijk hebben gemaakt. En Rotterdam op 7-7 wisten te houden. Goeie show hier. Vooral aan het eind, publiek op de bank, ik heb u dat gezegd. Lichten gaan uit. De spot gaat aan. Daar het doel met een afwachtende van Ellerswijk. Daar komt Bob Wilson. De heren schudden elkaar de hand. Wensen elkaar succes. 3 penalties, ja. Publiek vindt het prachtig. Ik kan me dat voorstellen. Als eerste, dames en heren, gaat Martin Schevers achter de bal. Koos van Ellerswijk in het doel voor Rotterdam. De eerste penalty van de Britten. Schitterend plaatje. 3 scheidsrechters in het veld. Attentie,
Scheffers. Schot en een doelpunt. 1-0 voor Groot-Brittannië. Arie Damsma heeft de kans om gelijk te maken. In het doel nu Bob Wilson. Achter de bal Damsma. Is hij geïmponeerd door die geweldige keeper tegenover hem? Attentie. De gelijkmaker of niet? Op de paal. Voor Groot-Brittannië. Krijgen wij nummer 4, George Graham. Wilson ligt daar nog wat uitgevloerd, komt nu overeind. Ja, Ellis Wijk, zag je dat, zegt hij. In Cockney wellicht. Of in het schot, zo u wilt. Wij kijken naar Graham. Hij kan de stand op 2-0 brengen. Daar komt hij. Doelpunt! Ja, voor een prof is dat natuurlijk gesneden koek, mag ik wel zeggen. En Riedijk voor de moeilijke taak om in ieder geval 2-1 te scoren. Wilson daar geconcentreerd in zijn doel. Arie Riedijk erachter. Schot. En die hangt. Keurig. 2-1. Nou, de kans voor Groot-Brittannië om te winnen. Wanneer Cliff Jones scoort, is het gebeurd. 3-3. Rotterdam miste de eerste. Dit kan de beslissing zijn. En dat zou een grote verrassing zijn. Daarmee scoort Engeland 2 punten in de competitie. Rotterdam 1. Cliff Jones. Oog en oog met Van Ellenswijk. Daar komt hij. En een doelpunt. En ze hebben gewonnen. Ja, en een terecht applaus hier van de duizenden in het Sportpaleis. Groot-Brittannië. Toegejuicht ook door assistentcoach Barry Hughes. Door Ken Jones. Door de duizenden nogmaals. Gefeliciteerd u door de Rotterdamse tegenstanders. Bob Jansen zie ik daarbij. Groot-Brittannië wint hier vanavond na strafschoppen. 2 punten in de competitie. Rotterdam 1 punt. De strijd in Pool B nog volkomen open. Wel, dames en heren, dat was het voor vanavond. De volgende wedstrijd kunt u zien op maandag 2 februari om 6:55 op Nederland 1. We starten dan met de derde ronde in Pool A. En wel met de wedstrijd West-Duitsland tegen de politie. Wat mij betreft bedankt voor het kijken. Dit was Minivoetbal, ook NCRV. Goedenavond.